Hallo, mijn naam is Kevin en dit is de Sony VPL-DX145. Een ideale beamer voor zakelijk en educatief gebruik. In de doos zit natuurlijk de Sony VPL-DX145 zelf, met een handige draagtas, een VGA-kabel, krijgt er twee stekkers bij, waaronder één Engelse en een afstandsbediening. Zoals je ziet, heeft de beamer een vrij basic look. Hij is niet echt zwaar, namelijk 2,5 kilo. En uh, hij is helemaal wit. En ik zal nu even door alle specs gaan. Zo heeft hij hier een voetje, zodat je iets meer naar boven kan projecteren. En achter deze kap zit natuurlijk de lens met daarachter een lamp met een lichtopbrengst van 3200 ANSI lumen En dat is uh, ja, eigenlijk uh, genoeg om ook een heldere projectie te krijgen bij daglicht. Dus daarom doet hij ook prima zijn werk, bijvoorbeeld in een collegezaal of in, een meeting room. Nou, met die lamp doe je ongeveer 7.000 branduren en daarna kan je hem prima vervangen. Doe ik de lenskapper weer even op, zo, en dan ga ik naar boven. Dan heb je hier namelijk de focus en zoomring zitten die je dus handmatig uh, kan bedienen. En hier zie je ook alle bedieningsknoppen om bijvoorbeeld door het menu te gaan, maar ook om bijvoorbeeld de eco mode uh, aan te zetten zodat hij eigenlijk uh, een stuk energiezuiniger wordt. En hier zie je ook twee statuslampjes zitten. Aan de achterkant heb je alle aansluitingen zitten: bijvoorbeeld uh, dus, uh, de composite video, de audio-aansluiting, de RGB-component-aansluiting, twee USB-aansluitingen, een HDMI-aansluiting en een ethernet-aansluiting. En een netspanningsaansluiting natuurlijk. En hier zit nog een Kensington Lock. Dan nou gaan we naar de onderkant. Dan zie je hier de punten zitten om hem dus te monteren aan een beugel. En ook deze voetjes kan je nog prima afstellen om hem dus bijvoorbeeld iets hoger te zetten. Dan zien we hier ook nog een stoffilter. Die kan je zo weghalen en dus ook kan schoonmaken. We projecteren nu vanaf een afstand van 3 meter en de beamer projecteert in een HD-ready resolutie van 1024 x 768, geen full HD dus, en dankzij zijn contrastratio van 2500 tot 1 toont hij wel goede kleurverschillen. Ik moet ook zeggen dat inderdaad voor presentaties dit echt een prima beamer is. Voor Home Cinema moet je denk ik even voor een ander model kijken. In het menu kan je een hoop image qualities aanpassen, maar ook bijvoorbeeld de Keystone, zodat je altijd een goede rechthoek projecteert en hij heeft een optische zoom van 1,3. Je kan ook hem aansluiten op het internet om zo draadloos te sturen vanaf een Windows computer. En in de Eco-modus zorg je ervoor dat hij een hoop energie bespaart. Nou, ook kan je hem overal mee naartoe nemen dankzij de meegeleverde tas. Hij projecteert niet in Full HD. De Beamer heeft een hoge lichtopbrengst van 3200 ANSI-lumen en daarom kan je ook gewoon projecteren overdag. En ook is het zo dat hij vele aansluitingsmogelijkheden heeft voor zakelijk en educatief gebruik. Ben je op zoek naar een projector die je niet in de steek laat bij bijvoorbeeld een presentatie op het werk of op school? Dan is de Sony VPL DX145 zeker iets voor jou. Wil je hem bestellen? Ga dan snel naar beamercenter.nl of be en ben je nog op zoek naar een goed projectiescherm, wat je projectie alleen maar te goede komt, druk dan even op onderstaande link en je wordt meteen doorverwezen naar de productpagina van de projectieschermen. Ik bedank je voor het kijken en tot de volgende review.